Het idee is goedgekeurd door de Raad om eigenlijk een stap te zetten, een modernisering te gaan maken van onze stagetrajecten. Waarbij we voornamelijk willen de objectivering naar voren gaan brengen, maar ook, en dat dat belangrijk wezen, het behoud van de kwaliteit. Er is gedurende 25 jaar een heel fantastisch stagesysteem uitgebouwd en we willen dus geen afbreuk doen aan die kwaliteit die vandaag is. Iemand die tot het beroep toetreedt, moet nog altijd diezelfde kwaliteitsvereisten gaan behouden. Maar vandaag is de wereld een beetje veranderd in die zin dat de toetreding tot het beroep vandaag één element is, maar er is ook een ander element, de kwaliteitstoetsing is erbij gekomen, waarbij met andere woorden iemand die tot het beroep is toegetreden, nu ook om de 7 jaar, eigenlijk een rechtstreekse band blijft behouden met het instituut. Niet enkel meer het toetreden en men is voor 40 jaar bezig in het activiteit. Nee, men treedt toe tot het beroep en men zal om de 7 jaar nu ook getoetst worden. Vandaar dat ook een modernisering daarin binnen op zijn plaats is. En daarbij ook dat door de wetgever de 7 jaar ervaring is toegelaten. Dat betekent dat iemand die een bepaalde ervaring heeft, nu ook onmiddellijk in plaats van het stagetraject, onmiddellijk tot het beroep kan toetreden met zijn bewijs van de 7 jaar ervaring. Dat betekent dat we die 7 jaar ervaring willen honoreren. We gaan een soort ervaringssysteem, bonussysteem gaan toekennen dat men op bepaalde materie dubbele punten kan hebben. Maar langs de andere kant wil men ook het specialisme gaan waarderen. Iemand die gespecialiseerd is, want dat is eigen aan onze maatschappij tegenover 25 jaar geleden waar men meer kabinetgericht dacht in een kantoor. Dat we vandaag meer zien dat men binnen specialisaties werkt. Iemand gespecialiseerd bijvoorbeeld in vennootschapsrecht, in BTW. En die mensen die met speciale specialisaties zitten, gaan we toelaten ook daar een klein accent te gaan leggen. Ook daar een verdubbeling van punten, waarbij de andere punten geniveleerd worden, verdeeld worden over de rest van de punten. Maar dat betekent dat ook die andere materies belangrijk blijven. Men gaat niet enkel de ene materie moeten kennen, maar men krijgt een bonus, een supplement voor de ervaring of voor het specialisme. Maar vergeet niet, bij het specialisme krijg je dan wel moeilijkere vragen. Men moet bewijzen dat men dan ook echt specialist is. Dit alles om dat te realiseren moeten we natuurlijk naar de modernisering gaan. Het systeem van vandaag van vraagstelling is niet mogelijk en we moeten dus gaan werken met een soort automatisering in een proces waarbij we dan ook de multiple choice gaan invoeren in het computersysteem waarbij we op ter bezoek gaan komen op het instituut en daar het examen zullen gaan afleggen. We zullen dus werken met een computersysteem waarbij u een computer reserveert op een bepaald uur en dat u dat examen kan afleggen. En het leuke die we zullen maken in die hervorming is dat de stage eigenlijk ook beloond wordt. Want 7 jaar ervaring is één element. Dat is ook heel belangrijk om mensen toe te laten, voornamelijk met andere specialismen. Voornamelijk mensen die niet de mogelijkheid gehad hebben, of die bijvoorbeeld in een advocatuur zitten, die bijvoorbeeld vandaag boekhouder zijn. Dan kunnen we die aantrekken tot accountant worden. Die kunnen met andere woorden zichzelf een stapje verder zetten in hun groeiproces. En dan kunnen we ook zorgen dat door het traject te veranderen binnen die stage, ook daar een accent wordt aangegeven. 7 jaar belangrijk, maar ook stage belangrijk. En in die stage, om dat accent te leggen, gaan we werken met een rugzaksysteem. Mensen die een bepaald vak gevolgd hebben, door het seminarie te volgen, kunnen zich verbreden door zelfstudie en dan dit ene examen perfect te gaan afleggen. En als men slaagt voor 60%, dit vak al meenemen in de rugzak. Men krijgt de vrijstelling om dan op het bekwaamheidsexamen minder vakken in cluster moeten gaan creëren en dan te gaan afleggen. Van cluster gesproken, dus men volgt die examens of men legt die examens af door het groeperen van clusters. Men zal niet examen per examen afleggen, maar een examen cluster maken. Maar zoals niet meer zoals vandaag, dat men alle vakken ineens moet doen, men zal bijvoorbeeld 3 clusters kunnen maken en in 3 keer tot het instituut komen om de examens te gaan afleggen. Een totale modernisering met het behoud van kwaliteit en dus met meer accent voor het specialisme, maar ook met meer accent voor de ervaring. We zijn daar sterk aan het werken, want dat betekent dat we die automatiseringsprocedures op gang moeten brengen, dat we de tools moeten gaan creëren, maar ook dat we de computers moeten aanschaffen om dit te realiseren. En we hopen tegen 2014 daar de eerste stappen te zetten, maar dat zal eerder in het najaar zijn dan in het voorjaar. Maar niettemin, we gaan in rassenschreden vooruit, we zijn eensgezind en we gaan samen vooruit daarin.